Van harte welkom. Dit is een bijzondere aflevering van het Koetshuis met vandaag één gast. En dat is Hans Beenhakker, burgemeester van de gemeente Tiel. Mag ik Hans zeggen? Zeker. Hans, van harte welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent en dat heeft een reden. En die belangrijkste reden dat je hier zit, die ga ik nu even voorlezen. Als je even hebt, een momentje. Mooi, nou, ik ben benieuwd. Met een hoge hoed op in een limousine om Sinterklaas te onthalen. Met de bril streng voor op zijn neus in een veiligheidsoverleg of enthousiast vooraan bij een Tiels evenement. Dat mede dankzij hem weer zonder noemenswaardige incidenten verloopt. Burgemeester Hans Beenhakker is in een paar jaar tijd een boegbeeld geworden voor Tiel. Die zich overal laat zien en een oprechte trots voor de veelzijdigheid van zijn stad uitstraalt. Die trots probeert hij met verschillende projecten voor burgerparticipatie als een veelkleurige olievlek over de stad te verspreiden. Zoals het de burgemeester van een centrumfunctie betaamt, is dat niet beperkt tot Tiel. Zo komt de promotie van de Fruitstad aan de Waal in de Fruitdelta Rivierenland voor een belangrijk deel uit zijn koker en is hij voorzitter van de regio Rivierenland. Hij verzet veel werk in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid, het Veiligheidshuis, en je kunt zeker stellen dat de stad onder zijn bewind een stuk veiliger is geworden. Neem alleen al de enorme daling van het aantal inbraken in Tiel. Daarbij is hij een soepele, vlotte en onbetwiste voorzitter van de Tielse Raad. De stad mag er kortom blij mee zijn dat de Tielse politicus bestuurder van het jaar Hans Beenhakker recent is benoemd om nog eens 6 jaar bij ons te blijven. En daar hoort ook iets speciaals bij. Bij deze. Bestuurder van het jaar 2018, Hans Beenhakker. Gefeliciteerd. Nou, wat een geweldige verrassing. Dank voor de enorm mooie tekst. Ik ben aan het blozen ervan. Ja. Nou, maar dat was ook de bedoeling. Ja, en niet meer dan gemeend. Die verkiezing wordt gehouden elk jaar. Menno Provoost van de Gelderlander en ondergetekende zijn daar verantwoordelijk voor. Ja. Dus bij deze. Nou, een enorme eer. Dank jullie wel voor het vertrouwen ook. En voor de mooie tekst die uitgesproken is. En, ja, dit geeft zeker weer een goede basis om verder aan de slag te gaan. Nou ja, ik ben heel trots op om te beginnen dat ik ook het brede vertrouwen van de Raad heb gekregen om verder te gaan. En ik blik terug op een hele mooie periode van 6 jaar in Tiel. Trots op wat er in de stad allemaal gebeurt, zoals je zelf net ook aangaf. We hebben natuurlijk een hele prettige woonstad met eigenlijk een groot stedelijk karakter. Hè. Veel voorzieningen die eigenlijk alleen nog maar uitgebreid zijn de afgelopen jaren. Nou, dan kijk alleen maar naar de opening van Zinder onlangs. Verbouwing van de Schouwburg, Wielenpark wat er straks aankomt. Dus dat zijn geweldig mooie projecten. Maar ik ben ook vooral ook heel trots op dat we een gemeenteraad hebben die ook in staat is om snel besluiten te nemen. Besluitvaardig, constructieve raad, goede sfeer ook. Wordt ook redelijk wat gelachen, ook belangrijk als je met elkaar lange vergaderingen hebt. En een goede presentator, hè? Althans, ik doe mijn best. Dat zijn dan kijkers van de regio die weten, die dan zeggen van, die burgemeester die kan ook leuk presenteren. Ja, nou ja, wordt live uitgezonden. Ja, zeker. Nou, die live uitzending is denk ik ook een enorme winst. Dat mensen ook wat makkelijker die raadsvergaderingen kunnen volgen. We zijn wel aan het kijken hoe we ook voor het komende jaren nog de raad nog wat beter in beeld kunnen brengen. Bijvoorbeeld via Facebook of social media. Dat mensen nog beter weten wat er allemaal in de raad gebeurt en wat voor besluiten we met elkaar nemen. Want er gebeurt natuurlijk toch wel heel veel daar. En zeker ook de afgelopen jaren. Ja, communicatie is erbij, dus het toverwoord gaan we het later nog over hebben. Ja. Hans Beenhakker, je was al bekend met Tiel, want je bent hier opgegroeid. Klopt, ik heb van mijn 5e tot mijn 18e hier gewoond. Dus belangrijke jaren, basisschool en middelbare school. Mm-hmm. En vanaf mijn 18e gaan studeren en uitgevlogen en 6 jaar geleden weer teruggekeerd. Ja, wat heb je precies gedaan? Ik heb gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen, afgestudeerd in de landbouweconomie. Toen ben ik gaan werken bij het ministerie van Landbouw, heette dat toen nog, in Den Haag. Daar heb ik ook een tijd op het stafbureau gewerkt. Het stafbureau ondersteunt direct de minister, dat was toen Van Aartsen en de secretaris-generaal, dat was Thibaut Joustra toen. Mm-hmm. En nu ook bekend van de onderzoeksraad. En onder andere Jeroen Dijsselbloem zat ik samen mee op het stafbureau. Hij ging de Tweede Kamer in. Ik werd wethouder toen in Voorburg, waar wij woonden. Daar ben ik met veel plezier 5,5 jaar wethouder geweest. Eerst in Voorburg, daarna in de fusiegemeente Leidschendam-Voorburg. Mm-hmm. Gemeente van 75.000 inwoners. Mooi stadje. Ja, zeker. En weer heel ander karakter dan Tiel, want
dat was echt een woongemeente. En daar zat ja, alle grote stedelijke zaken in Den Haag. Ja, precies. De coffeeshops, de winkels, de horeca, uitgaan, zat allemaal in Den Haag. Maar vrij jong dus al heel veel bagage. Ja, ik was behoorlijk jong wethouder. Nog even raadslid geweest ook. Vrij snel wethouder geworden. En, voor welke partij was dat? Voor de VVD. Oké. Okay. Nu dus burgemeester hiervoor in Asten. Dat was een heel ander verhaal natuurlijk. Dorpje in Brabant. Nou, dorpje, 17.000 inwoners. Dus ja, vergelijkbaar zeg maar met Maas en Waal hier qua omvang. Een vrij compact dorp. Het is misschien wat meer nog vergelijkbaar met hier omgeving met Druten. Dat is ook van die omvang en heeft ook redelijk veel voorzieningen als plaats. Dat had Asten, heeft Asten ook. Dus vrij veel winkels, sportvoorzieningen, middelbare school, HVO, VWO. Dat is ook wel het idee van de centrumgemeente. Nou, centrum niet. Dat, het centrum zit daar natuurlijk vooral in Helmond. En natuurlijk veel agrarische activiteiten. Dat was natuurlijk heel anders dan in Voorburg. Voorburg had helemaal geen buitengebied. En in Asten zat natuurlijk heel veel agrarische activiteiten. Tuinbouw, intensieve veehouderijen vanzelfsprekend. Varkens, pluimvee. Maar goed, met mijn achtergrond in de landbouw-economie was dat ook wel weer leuk om daarmee bezig te zijn. En toen kwam die vacature voorbij in Tiel? Zeker, ja. Ik zocht, ik wilde een volgende stap zetten als burgemeester naar een grotere gemeente. Maar ik wilde eigenlijk ook wel heel graag naar een gemeente die met weer stedelijk karakter. Dus die jaren in Asten zijn mij prima bevallen. Maar ik vond het ook wel leuk om naar wat meer naar een stad toe te gaan. Dat vond mijn gezin overigens ook, want het is ook belangrijk. Je moet met z'n allen verhuizen. Kinderen waren wat ouder inmiddels geworden en die vonden het ook wel leuk in een wat meer stedelijke omgeving te zitten. Toen kwam in één keer die vacature van Tiel. En toen dacht ik, daar had ik nog helemaal niet aan gedacht. Ik wist ook niet dat Steven de Vreese wegging. En toen dacht ik van ja, dat is misschien eigenlijk best wel leuk. Dus ik zei tegen mevrouw, zullen we eens gaan kijken. En ik kende de stad natuurlijk. Je hebt je vrouw moeten overtuigen. Je gaat toch op een andere manier dan er naartoe dan destijds toen je er woonde. Er is natuurlijk ook een hoop veranderd in die 30 jaar. Schrok je daarvan? Nee, tegendeel. Ik vond juist de stad enorme kwaliteitsimpulsen gekregen. Natuurlijk groter geworden met Passewaaij, Rouwenhof. Ja. En toen jij wegging, zeg maar eind jaren 80, ja, toen was zeg maar Tiel vanuit de industrie, hè, die verdwenen was, aan het verpauperen. Nou, verpauperen, dat is weer een groot woord, maar... Nou, er moest wat gebeuren. Ja, het is wel zo dat de kwaliteit... Onder leiding van Pop is dat ook wel gebeurd, ingezet. Zeker, de kwaliteit van de stad is enorm verbeterd. Er wordt veel meer georganiseerd in de stad. Hè. Vroeger hadden we eigenlijk alleen het Fruitcorso. Enorm veel evenementen in de stad. Horeca is enorm uitgebreid. Als je naar het Korenbeursplein kijkt, het plein zelf. Daar stonden vroeger auto's op geparkeerd. Dat is nu zijn enorme leuke horecapleinen geworden met restaurantjes. Maar ook de stad is gewoon fysiek heel erg opgeknapt in de loop van de jaren. Dus als we kijken naar de plek waar we nu zitten, bij het Ambanshuis, Ambansstraat. Ja, dat was toen eigenlijk een beetje een verwaarloosde straat in de jaren 80, begin jaren 80. En dat is nu een fantastisch mooi gebied geworden. Ja, die hele binnenstad ziet er eigenlijk wel mooi uit. Ja, kan nog altijd mooi hoor. Zeker, alles kan altijd beter. Maar ik zeg dat ook omdat toen eigenlijk al is het Waal is ingezet van het Waalfront. Hè? Zorgt ervoor dat die hond naar die Waal komt te liggen. Klopt. En de voortvloeser daaruit is natuurlijk die parkeergarage met Zinder. Ja. Nou ja, dat merk ik dat mensen dat nog wel eens vergeten. Er is natuurlijk best wel discussie over die parkeergarage. Overigens valt mij op dat het gebouw Zinder, daar hadden we in het begin ook wat gevoel. Dat is wel echt een eyecatcher, hè, met dat geel. Merk dat eigenlijk heel veel positieve reacties op krijgen. Een fantastische opening natuurlijk gehad. Het is wel echt een mooie eyecatcher in de stad. Parkeergarage ziet er overigens ook fantastisch uit. Daar moeten mensen wel een beetje aan wennen. En je hoort nog wel eens mensen vragen die zeggen, goh, waarom hebben jullie nou die grote parkeergarage gebouwd? Ja, dat is inderdaad wat je zelf aangeeft. Vanwege de ontwikkeling van het Waalfront. Hè? Dus ja. we hebben al heel lang de wens in Tiel. Dat speelde al voor mijn tijd. Was ook een grote wens van de provincie om die verbinding tussen de binnenstad en de Waal mee tot stand te brengen. En daarvoor is het wel nodig dat je die auto's daar afhaalt, zodat je daar een mooi uitloopgebied krijgt. Maar ja, we hebben wel parkeerplaatsen nodig in de stad. Dus vandaar de parkeergarage. Ja, kijk, en zo'n project, dat is niet van vandaag op morgen. Hè? Die Waalplaat ligt er nu eigenlijk verloren bij. Ja. Maar er is een doel.
Zeker, ja, dit is tijdelijk even. Je ziet nu al de voordelen van de garage als 2 weken dat water erop staat. Ja. Dat de waalplaat. Maar dat is natuurlijk nu tijdelijk. Ik kan me voorstellen dat mensen zoiets hebben van, goh, wat gebeurt daar nu? Vandaar dat we ook een bord bij gezet hebben. Maar we gaan zo snel mogelijk dat gebied mooi inrichten. Er zijn nog wat discussies met Rijkswaterstaat wat er wel en niet mag. Het is buitendijks gebied, maar we doen ons best. Als project Waalkade klaar is, hè, geef daar eens een termijn aan. Vind ik heel moeilijk aan te geven. Het streven is wel opgericht om binnen een aantal jaren daar dat mooier op te gaan knappen en mooier gaan in te gaan richten. We beginnen al dit jaar met de trappen. Mm-hmm. Dus er komen extra trappen waardoor je een mooiere verbinding krijgt. Na Appelpop geloof ik, hè? De trappen voor Appelpop al. Okay. En na Appelpop. Gaat dat lukken? Daar gaan we wel vanuit. Ja. Ja. Okay, daar Rijkswaterstaat bij nodig. Ja, klopt. Ja. Maar daar zijn we mee een goed overleg nu. En daarna moet de loswal, maar die moet ook in technische zin aangepast worden. En daarna gaan we de waalplaten inrichten. En dat een mooi stukje tiel, recreatief gezien, moet dat ook een paradepaadje worden? Zeker, ja. En ik ben heel blij dat de provincie ons ook op allerlei manieren gesteund heeft. Mm-hmm. Bij de ontwikkeling van het Waalfront, bij Fluvia Tiel, bij de ontwikkeling van Zinder. Verbouwing van de Schouwburg om te investeren in die binnenstad. Andere hoogtepunten in de afgelopen 6 jaar? Nou ja, waar ik zelf heel trots op ben is eigenlijk in mijn portefeuille veiligheid, veiligheidscijfers. Ja, dat is ook al even genoemd in het juryrapport, zullen we maar zeggen, van de bestuurder van het jaar. Zijn feiten en het gaat wat dat betreft niet verkeerd. Nee, het gaat nooit goed genoeg. Hè? Mm-hmm. Dus blijft inzet vragen. Het is wel zo dat toen ik hier kwam, hadden we in 2012, stonden we nummer 1 in de woninginbraken in Nederland. Mm-hmm. Wel gerelateerd aan het aantal inwoners. Hè? Absolute aantal is Amsterdam natuurlijk hoger. Maar goed, dat was zeker niet goed. Ook heel veel andere veiligheidscijfers, inbraken in bedrijven, in winkels, et cetera. Jeugdoverlast. Ging gewoon niet goed. Daar hebben we een heel stevig actieplan opgezet, meerjarenplan veiligheid. Ingezet ook op betrokkenheid van onze inwoners daarbij. Dus er zijn heel veel buurtpreventieprojecten van de grond gekomen, inmiddels meer dan 25. Daar ben ik ook heel trots op dat onze inwoners dat hebben opgepakt. Mm-hmm. We zijn met het veiligheidshuis, zoals je zelf ook aangaf, heel intensief in de weer. Ja, er komt weinig van naar buiten, maar het geeft wel aan dat dat een en ander gedaan wordt. Hè? Bijvoorbeeld, we hebben een tijdje last gehad van een Marokkaanse, laten we maar zeggen, criminele bende. Ja, criminele groep inderdaad, die vooral uit Marokkaanse jongens bestond. Zeker, daar hebben we eigenlijk vanuit het veiligheidshuis een hele persoonsgerichte aanpak. Dus dat betekent dat je echt per persoon in zo'n groep gaat kijken wat is de meest voor de hand liggende aanpak. Strafrechtelijk, maar ook via alle andere maatregelen. Onderwijs, et cetera. Een SORA-project. We hebben het SORA-project, daar ben ik natuurlijk ook enorm trots op. Moet dat ook een alternatief kunnen bieden, ja zeker. Ja, het SORA-project wat vooral de insteek heeft om aan de preventieve kant te werken. Om te zorgen dat jongens die in een familie de verkeerde voorbeelden zomaar zien, de neefjes en de broertjes, dat die het goede pad op gaan in plaats van het verkeerde pad. Dus via het SORA-project doen we veel empowerment training om die jongens zelfvertrouwen te geven. Maar werken ook intensief samen met de ROC om het onderwijsniveau van die jongens te vergroten. En werk dus. En aan het werk te krijgen. Dus een deel van de jongens die erin zitten zijn ook daadwerkelijk nu in betaald werk. En daar ben ik wel heel erg trots op dat dat gelukt is. Nou, dat mag ook zeker zo zijn. Ja, dus die inbraken. Nou, de inbraken zijn mede door al die maatregelen en natuurlijk de inzet van de politie en OM. Hè, moeten we zeker niet vergeten. 80% gedaald ten opzichte van 2012. Ja, voorvechter ook geweest om hier in Tiel het aantal wijkagenten op peil te krijgen. Ja, dat zeker. Waren de minderdaad nu tevreden over. Ja, dat werkt heel erg goed. Dus we hebben 8 wijkagenten waarvan de 2 ook nog een soort plusstatus hebben. Dus wat meer coördinerende taken doen. Wat houdt dat precies in? Die coördinerende taken? Die kijken wat meer wat er in al die wijken gebeurt en hoe het werk verdeeld moet worden. En zijn ook meer aanspreekpunten voor mij als bestuurder. Ik heb overigens ook met alle wijkagenten regelmatig overleg. Met de politiechef heb ik elke week 2 weken overleg en om de paar maanden met alle wijkagenten. Maar die inzet van die wijkagenten helpt wel heel erg goed om
nou ja, gevoel te hebben wat er in de wijk speelt. Snel te kunnen inspelen op problemen die er zijn. Niet alleen in Tiel actief, maar ook in die regio, hè? Klopt. Ik ben nu voorzitter van de regio geworden. Dat denk ik heel goed dat Tiel nu voorzitter is. En ik ben heel enthousiast aan de slag gegaan met... vooral beleidsmatig in die regio wat meer te focus te krijgen van waar zijn we nu mee aan de slag, wat zijn onze speerpunten. Bij uitvoeringen liep dat eigenlijk altijd al wel goed. Mm-hmm. Gezamenlijke uitvoering van taken, moet je denken aan leerplicht en gezamenlijke inkoop, et cetera. In beleidsmatige sfeer hebben we echt nu een sterke focus op 3 speerpunten. Agribusiness, recreatie, toerisme, logistiek. Nou, logistiek is in Tiel natuurlijk ook enorm belangrijk op meedoen. En we hebben de fruitdelta van nu gelanceerd afgelopen jaar. Ja, terug naar de basis. Als begrip, precies. Fruit is toch wel het onderscheidende van onze regio. Het begrip fruitdelta, delta staat voor het unieke gebied waar we met elkaar in zitten hier. Hè. Het is toch wel echt een Nederlands gebied met de dijken en de historische dorpjes. Maar nu met het hoge water zie je dat dat ook weer heel veel mensen trekt. Dus het begrip fruitdelta zijn we nu steeds meer aan het uitrollen. En waar ik vooral heel trots op ben, is dat we na Eindhoven de eerste regio in Nederland zijn met een regionaal investeringsfonds. En dat investeringsfonds, daar dragen alle gemeenten 3 euro per inwoner aan bij. Dat is het afgelopen jaar gestart. En dat zijn 2 rondes per jaar waarin vooral innovatieve projecten binnen die speerpunten die ik net noemde, ingediend kunnen worden door bedrijven, door organisaties. Die daarvoor een bijdrage krijgen uit dat fonds. En dat is vooral eigenlijk een vliegwiel om nieuwe ideeën, initiatieven van de grond te krijgen. Werpt dat al zijn vruchten af? Ja, je ziet al hele mooie projecten ontstaan. We hebben 2 soorten projecten, haalbaarheidsstudies en uitvoeringsprojecten. En aan beide kanten zie je nu hele leuke projecten die ingediend zijn of gehonoreerd zijn. We hebben een economic board. Het zijn mensen uit onze regio die een heel groot netwerk hebben. Je denkt aan de Rabobank, je denkt aan de ROC, et cetera. En die beoordelen die projecten en het bestuur neemt er dan een besluit over. Ja, alleen maar goed. Heel goed, ja. Samenwerking tussen gemeenten onderling, dat gebeurt. Er wordt met elkaar gesproken, herindeling. Nou ja, kijk, wat ik vooral belangrijk vind, we hebben natuurlijk de ontwikkeling West-Betuwe nu, hè? Lingewaal en Rijn en Geldermalsen, die samen gaan. Dan krijg je een plaats, het zijn allemaal dorpen, maar uiteindelijk zijn het 52.000 inwoners zo'n beetje. Groter dan Tiel. Iets kleiner wordt het, maar het wordt wel de grootste gemeente in inwoners. Maar ik heb altijd gezegd van ja, ik zie dat helemaal niet als bedreiging, want het is juist heel goed dat in die regio wat meer evenwicht er komt tussen gemeenten. Ja. De Rijn en Lingewaal waren natuurlijk ook hele kleine gemeenten. Met alle respect, ik zal dat zeggen, is het niet behamen, maar dan krijg je dus meer kwaliteit ook op ambtelijk niveau. Nou ja, in ieder geval meer slagkracht. En het is je krijgt een plattelandsgemeente die ook sterk op de plattelandsproblematiek is gericht. Ja. Nou, dat is binnen onze speerpunten ook goed. Dat doet niks af aan het feit dat Tiel gewoon een stedelijke gemeente blijft met een centrumfunctie. Dus we kunnen elkaar alleen maar versterken. Wat ik de komende jaren belangrijk vind, en daar gaan we ook mee aan de slag met onze raad, is om te kijken van ja, welke positie gaan we nu kiezen als Tiel in de regio. Wat dat betekent dat voor onze deelname aan gemeenschappelijke regelingen. Welke positie nemen we daarin in? En hoe zien wij onze eigen centrumpositie? En hoe houden we ook belangrijke voorzieningen die een regionale functie hebben, zoals de Schouwburg en Zinder. Hoe zorgen we die voor dat die naar de toekomst toe ook goed blijven functioneren? Ja, dus daar gaan we wel mee aan de slag om naar te kijken. Dat is ook iets wat de nieuwe raad mee richting kan bepalen. Zeker. Natuurlijk ook op de verkiezingen die eraan komen. Ja, wordt het spannend? Verkiezingen zijn altijd spannend, want je moet altijd weer afwachten wie er terugkomt. Ik gaf net al aan, we hebben een hele prettig functionerende raad. Wel een grote raad, hè? Althans met veel partijen. Ja, dus het zou op zich voor de slagkracht prettig zijn als je iets minder partijen zou hebben. Maar goed, ik ga daar niet over. Ik heb alle vertrouwen in dat er weer een hele goede raad terugkomt. Als ik nu naar de kandidatenlijst kijk die al bekend zijn, zal dat zeker gaan lukken. Dus ik zie uit weer naar een nieuwe samenwerking. Nou, enige frisse nieuwe mensen erin is ook nooit verkeerd. Ja, Henk Driessen, de wethouder, heeft aangegeven, die stond evenals Laurens Verspuy. Ja. Zijn natuurlijk vorig jaar als Corriveré vertrokken. Oftewel, ook daar komt nieuwe dynamiek. Ja, dus we krijgen toch sowieso een andere samenstelling in het college.
hoe de samenstelling partijen wordt, dat gaan we zien. Dat moeten we afwachten. Zal de kiezer bepalen? Precies. Maar er zullen in ieder geval een aantal andere personen inkomen. Omdat er een aantal gaan stoppen, zoals je aangaf. Als we het over dieptepunten hebben van de afgelopen periode voor uw personen? Wat ik altijd dieptepunten vind, en daar kom je als burgemeester natuurlijk toch regelmatig tegen, zijn de tijdelijke huisverboden, huiselijk geweld, inbewaringstellingen, maar ook leed wat er is met ongevallen, mensen die overlijden, et cetera. Dus dat vind ik altijd, dat is altijd droevig om mee te maken. Dat hoort bij het vak. Dan ook je gezicht letterlijk te laten zien. Ja, die directe omgeving was natuurlijk toch ingrijpend dat er twee raadsleden, zittende raadsleden, zijn overleden. Om te beginnen Ahmed Adou in 2013, raadslid voor de VVD. En heel recent natuurlijk dit jaar Pieter van den Burg. Je merkte dat het wel een enorme impact had in de raad en vooral ook in de stad. Pieter was natuurlijk een hele kleurrijke, markante figuur. In de raad, maar ook in de stad. Heel erg zichtbaar, aanspreekbaar. Kunstzinnig. Spreekt me ook wel aan, want ik ben ook erg geïnteresseerd in kunst. Had geloof ik nog een speciale verf van hem gekregen, hè? Ja, klopt. Bij zijn afscheidsbijeenkomst heb ik dat nog gemerkt. Toen ik hier... Je had ook een persoonlijke band met de man. Ja, toen ik hier aangesteld werd, dat hij mij een tubetje verf gaf. Om een beetje te symboliseren van, zorg er ook voor dat je naast het drukke burgemeesterswerk ook daar nog wat tijd aan besteedt, aan creativiteit. Dus dat heb ik ook weer opgepakt overigens, met olieverf bezig zijn, erg leuk. Maar daar hadden we zeker een band. Wat me heel erg aansprak is, Pieter was natuurlijk iemand die heel erg ook wist wat er leefde in de stad, in de gemeente. Ja, aanspreekbaar. Hij kon ook in één keer heel onverwachts uit de hoek komen. Soms vonden mensen dat wel eens lastig in de raad. Nee, wat zegt hij nou? Maar dat zet je ook wel weer mooi op scherp. Ja. Goed, de toekomst. 6 jaar, vast wel een stip op de horizon gezet. Wat is die stip? Ja, zeker. We hebben het al gehad over de regionale samenwerking. Mm-hmm. Ook de positie van Tiel in de regio, dat vind ik een belangrijk punt. Als het gaat over de veiligheid waar we het over gehad hebben. Er zijn eigenlijk twee punten die ik belangrijk vind, die echt nog extra aandacht behoeven. Eén, dat is de ondermijning en de zwaardere criminaliteit. Dat is echt een punt, ook een speerpunt van de provincie, van de commissaris van de Koning. Het lijkt erop dat we nu hoogwaarschijnlijk ook extra recherchecapaciteit gaan krijgen vanuit Oost-Nederland niveau. Daar heb ik me hard voor gemaakt om met name in Tiel en Culemborg te kunnen inzetten op dat punt. Dus dat gaat aandacht vragen. Misschien wat minder zichtbaar voor de inwoners direct, maar wel belangrijk dat we dat oppakken. En het andere punt is de huisvesting van de arbeidsmigranten. Daar zie je toch wel een toename van overlast. Dus dat betekent bijvoorbeeld de Polen, de Roemenen, die werken. Klopt, en daar is op zich niks mis mee, hè, want er is ook gebrek aan arbeid. Zeker als je kijkt naar logistiek en de bouwsector, dat neemt alleen maar toe. We hebben ook een vrij verkeer van arbeid binnen de EU. Maar het moet wel een beetje in balans zijn. Kijk, als mensen naast een eensgezinswoning wonen en er komen in één keer 8 jonge mannen te wonen, dan heb je toch een andere dynamiek dan met een gemiddeld gezin. Daar kun je iets bij voorstellen. Dus wij zetten daar op een aantal sporen nu ook in. Eén is controleren van panden waar arbeidsmigranten zitten, met name brandveiligheid. Dat doen we intensief, elke maand een integrale controle. En dat sowieso inzichtelijk is? Precies, dat we ook weten waar mensen zitten. We hebben heel goed overleg met de grote uitzendorganisaties, dus daar ben ik heel blij mee. We controleren ook extra in het openbaar gebied met onze BOA's en politie op hard rijden, drankgebruik in de openbare ruimte moet je aan denken, afval. En daarnaast is het zo dat we in dit voorjaar de raad de verordening willen laten vaststellen om ook een stukje verkamering tegen te gaan. Dus dat er niet al te veel panden in één straat zijn waar arbeidsmigranten gehuisvest zijn. Dus dat je daar maximaal kunt stellen. Dat kan via verordening en bestemmingsplan. Dus daar gaan we mee aan de slag. Oké, okay. Nou, ook op zich ook goed. U zit er bovenop, duidelijk. Dat is veiligheid. Ja. Een ander belangrijk punt is natuurlijk de stadspromotie. We hebben de afgelopen jaren ook al heel veel aan gedaan. Ik heb hier al een flipje voor me staan. De Tiel Fruitstad aan de Waal hebben we gelanceerd als begrip. Dat slaat goed aan. Dat werkt, hè?
Flipje blijft een belangrijke icoon. Hè. De commissaris heeft al eens tegen mij gezegd. Hij zegt van ja, jullie hebben met Flipje goud in de handen. Want heel veel gemeenten die zijn vaak aan het zoeken naar een beeldmerk en naar een icoon. Nou ja, wij hebben hem. Dus die gaan we ook steeds meer ook moderniseren en het aan inzetten. Ja, ik ben ook voorstander van dat het fruit Corso blijft. Ik bedoel, dat ja, is daar een belangrijke uithangbord voor de stad. Sowieso zijn in het kader van stadspromotie ook die grote evenementen. Er wordt overigens heel veel georganiseerd in de stad. Ja. Maar we hebben natuurlijk een aantal hele grote evenementen. Appelpop en Fruitcorso. En ja, dat is ook een enorm mooi uithangbord van de stad. Vraagt ook overigens wel wat, behoorlijk wat inzet voor, vanuit veiligheid. Hè, om veilig te verlopen. En daar ben ik ook wel trots op dat dat ook samen met de organisatoren. Die dat enorm goed oppakken. Appelpop, Fruitcorso. Dat we samen met de organisatoren en de hulpdienst, de politie, vanuit de gemeente, dat het eigenlijk altijd heel veilig verloopt. Daar ben ik ook trots op, tuurlijk. Zeer bijzonder. Ja. Klopt. Maar ook dat is ook een mooi stukje stadspromotie. Wat ik het komende jaar wel wil gaan inzetten, is om te kijken van, er gebeurt heel veel in die stad, maar het is niet altijd naar buiten toe even goed bekend. Misschien herken je dat wel, dat als mensen voor het eerst in Tiel komen, dan zijn ze vaak een beetje blij verrast. Zeg, nou, een mooie stad eigenlijk. Veel historie. Ja, een van de oudste steden van Nederland. Gebeurt heel veel. Maar dat moet je ook zichtbaar maken naar buiten toe. Het is mooi dat mensen daar verrast over zijn. Heeft ook met die mentaliteit te maken, hè? Want die Tielenaar die zegt van, ja, zeker. Tielenaar zijn een beetje bescheiden. Ja. Ja, dat zit een beetje in de aard van de Tielenaar. Terwijl er gewoon best wel veel Tielenaren zijn. Weliswaar individuen die dingen oppakken en dan tot grootste dingen in staat zijn. Zeker. En je moet dus ook de mensen helpen om een beetje eigenlijk helpen om trots te zijn. En dat uit te dragen. Want ze zijn wel trots, maar je moet het ook vertellen. En waar ik mee aan de slag wil is een, ik heb er nog geen goede naam voor bedacht, maar een soort marketingstrategiegroep. Het is een heel nieuw idee. Ja. Dus dat lanceer ik maar even via hier StadsTV. Net zoals 2 jaar geleden de Fruitdelta en ook de ambassadeurs. Zeker. Maar goed, dit is er weer zo een. Ja, dit is een strategiegroepje. Er zijn een aantal mensen in de stad die heel veel deskundigheid hebben als het gaat over marketing en creatieve marketing tools. Mm-hmm. Soms omdat ze dat zelf toepassen als vlogger of op, daar wil ik ook wat jonge mensen voor in gaan zetten. En die wil ik vooral laten meedenken met ons van hoe kunnen we die stad eigenlijk naar buiten toe nog wat meer op de kaart zetten. Heel goed plan. Dus daar gaan we mee aan de slag. Nou, dus dat wordt op korte termijn, dan gaan we dat uitrollen. En waar ik ook trots op ben is dat we op het terrein van inwonersparticipatie eigenlijk best wel een paar leuke experimenten ontwikkeld hebben. We zijn natuurlijk sowieso met burgerparticipatie heel veel bezig vanuit de stad. Soms lukt het ook nog wel even niet. Hè? Dat is best wel vallen en opstaan. Ja, als pionieren. Het is pionieren en het is ook heel erg zoeken van ja, waar laat je nou los, ook als raad. Hè? En waar neem je dan weer even de touwtjes in de handen? Want sommige projecten vragen ook wat bestuurlijke moed om dat te doen. Maar waar ik wel trots op ben zijn de experimenten die we hebben gestart. Dat is de spiegelgroep. En de ambassadeurs trots op Tiel. De spiegelgroep, dat is een A-selecte groep uit ons burgerbestand. Mensen die wij eigenlijk helemaal niet kennen, die denken met ons mee over hoe de gemeente zaken aanpakt. Maar er komen echt heel veel leuke, frisse ideeën uit. Ja, het is een olievlek dat zich steeds verder verspreidt en dat was ook de bedoeling. Zeker. En er zijn zo'n 30 mensen die met ons meedenken. Inmiddels zitten er ook weer nieuwe mensen in. En de ambassadeurs trots op Tiel, dat zijn de bekende Tielenaren. Hè? Peter Dikker van de Vrije Sliep, Emiel Smit, noem maar daal erop. Die denken met ons mee over van hoe krijgen we nou initiatieven goed uit die stad losgetrokken. En die hebben gezegd, nou laat ons dat maar oppakken. Er ligt een stichting Trots op Tiel op, is onlangs opgericht. 27 januari wordt de website gelanceerd. En dan is het vooral de bedoeling om te laten zien welke initiatieven er in de stad allemaal zijn, want er gebeurt heel veel. En dat ook zeg maar vliegwiel te laten zijn voor nieuwe initiatieven. Om die op te laten pakken en deze mensen, die ambassadeurs, kunnen hun deskundigheid ook inzetten om mensen te helpen om zo'n initiatief verder te brengen. Nou, mooi. Of om geld te vinden ervoor of om de goede ondersteuning te krijgen. Dus dat is geweldig dat zij dat wilden oppakken. Nou, ik hoor het al. Ambitie genoeg. Zeker voor die komende 6 jaar. Misschien wel 12. Hoe gaan we dat meemaken? Hoe is uw beeld? Je weet het nooit in bestuurlijk land. Ik ga vol enthousiasme de komende jaren aan de slag voor Tiel. En dan zien we wel, ja.
Nou, hartstikke goed. Gaan u daar zeker veel succes bij wensen. En tot slot, wilt u nog iets kwijt? Ja, ik wens natuurlijk ook alle Tielenaren een prachtig 2018 toe. En ik heb er heel veel zin in om, om met u, de Tielenaren, onze stad, onze gemeente nog mooier te maken. Nou, dat is hartstikke mooi. En heel belangrijk natuurlijk, de verkiezingen. Zeker. Spannend jaar altijd natuurlijk met verkiezingen. Waar ik me vooral heel erg voor in wil gaan zetten is om de opkomst verder te bevorderen. We hebben 4 jaar geleden daar heel veel activiteiten van ontwikkeld. En toen is het 4% hoger. Dan denk ik, dat is nog niet zo heel veel. Toen zaten we op bijna 49%. Dus de ambitie is zeker om boven die 50% uit te komen. We hadden bij de landelijke verkiezingen 78% opkomst. Mm-hmm. Nou ja, gemeenteraad is overal in Nederland altijd lager qua opkomst. Maar ik vind dat we echt streef moeten hebben om ruim boven die 50 uit te komen. En er valt zeker wat te kiezen. Hè? Burgemeester Kottenberg van Neder-Betuwe, die zei in zijn nieuwjaarsgesprek ook van luister eens. Bij de verkiezingen, daar kunt u uw stem laten gelden. Dat is het moment. Ja. Als u dat niet doet, moet u ook niet roeptoeteren aan de zijkant via Facebook en wat dan ook. Zo is het ook. Nee, zo is het. Kijk, democratie is natuurlijk niet alleen maar 1 keer in de 4 jaar. Hè, want tussentijds hebben mensen natuurlijk ook invloed en praten met raadsleden, gelukkig maar. Maar het is wel een heel belangrijk moment, die verkiezingen inderdaad. Want je bepaalt toch hoe die samenstelling van de raad eruit komt te zien. Waar de accenten komen te liggen. Wat voor college er uiteindelijk komt. Ja, en als u iets veranderd wil hebben, dan kies op de juiste persoon of de juiste partij. Zeker. Ja. En wij besteden daar als regio TV ook heel veel aandacht aan. Ja, en ik ga natuurlijk niet over waar mensen op stemmen. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat mensen gaan stemmen. Dus die oproep wil ik ook wel doen. Ga vooral stemmen. Het is ook gewoon leuk om je wat meer erin te verdiepen. Er komt nog een verkiezingskrant, ook huis in huis uit. Zodat het voor mensen nog wat makkelijker wordt om te zien waar de verschillende partijen voor staan. En we gaan nog wat ludieke acties ontwikkelen. Maar die gaat hij vanzelf zien om de opkomst verder te bevorderen. En dan gaan we daar veel succes bij wensen. En nogmaals gefeliciteerd met de verkiezing bestuurder van het jaar 2018. Nou, geweldig. Dank en heel trots op. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. Graag tot volgende week.